Hallo en welkom bij de eerste Photoshop tutorial. Vandaag wil ik jullie zien hoe je een longboard, in dit geval, uit de foto kan knippen en ergens anders kan plakken. Nou, we beginnen met de foto. Nou, ik heb een aantal longboards genomen. En stel je voor dat ik er een wil uitknippen en ergens anders wil plakken. Dan laat ik jullie vandaag zien hoe dat moet. Nou, ten eerste moet je je foto in Photoshop doen, maar dat is wel een beetje logisch hoe dat gaat. Daarna heb je je foto hier staan. En hij is nog gelokt, dus deze moeten we eventjes unlocken. Doe je dubbelklik. Dan kan je nog een naam geven als je wil. Doe ik niet. Dan druk je op oké en dan is het een laag geworden en kan je hem bewerken. Nou, hier heb je verschillende tools om te kopiëren plakken. Knippen, plakken, druk. Kopiëren, knippen, plakken. Nou, in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Nou, deze kan je gewoon een vierkantje nemen. Dan kan je kopiëren. Doe je Ctrl-C en Ctrl-V. Windows, dus Ctrl voor mij. En dan heb je dit nog een laag erbij. Oh, sorry. Dan hebben we nog een laag erbij. En die kan je dan ergens anders plakken, maar we willen geen vierkantje. Dus deze gaat weg. Dan heb je ook nog allemaal verschillende figuurtjes, rijen, vaal, nou, noem maar op. Je hebt ook nog Magic Lasso. Dan kan je een lasso, dan kan je puntjes trekken van de ene kant naar de andere kant. En ik zie niet echt gek voor. Oh nee, daar is je al. Kijk, dan kan je een leuk figuurtje maken. En dan kan je dat kopiëren en plakken. Hetzelfde idee als die andere. Om dit deselecteren doe je Ctrl-D. Daarna hebben we nog veel hoeklasso. Nou, en daarna nog magnetisch lasso. Nou, magnetisch lasso. En magnetische lasso gebruiken wij zo. En heb nog een toverstafje. En de toverstaf die selecteert al bepaalde dingen voor je dat je graag wil hebben. Dus als je een wit vlak ergens hebt en je drukt op een witte vlak, kan het hele witte vlak weg. Nou, nu gaan we even een longboard uitknippen en ergens anders inzetten. Nou, deze vind ik wel leuk. Dan gaan we daar beginnen. Meestal als je het gaat doen, dan zoom ik eerst even in. Dat doe je met Ctrl plus, plus, plus. En dan ben je lekker dichtbij. Nou, we beginnen met de onderkant. En dan ga je gewoon langzaam langs de zijkant. En als je ergens een bolletje, een vierkantje wil zetten, dat is een puntje, waar die dan vast blijft, moet je gewoon klikken. En dan doet hij ook gewoon automatisch. Als je een vierkantje zet. En als je op een gegeven moment, als je zo meteen wel ernaast gaat of iets niet wil hebben, dan moet je gewoon Ctrl-Z doen. En dan gaat het automatisch langs. En dan ga je helemaal omhoog. Even lekker makkelijk. Doet niet zo heel mooi, maar je begrijpt hoe het werkt. Nou, hier wordt het een beetje minder mooi van, dus doe je gewoon Ctrl-Z. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Oh nee, het was delete, haha. Delete, delete, delete. En dan ben je weer bij het goede vierkantje. Nou, dan doe je weer klik hier. Klik daar. Klik hier. De magische lasso gaat gewoon de contouren bekijken van het voorwerp wat je hebt. En die ziet het verschil tussen de ene kant van de foto en de andere kant. Dus als je bijvoorbeeld groen achtergrond hebt en rood, dan maakt hij daartussen dat lijntje. Dat is soms wel heel lastig als je iets wil knippen dat precies dezelfde kleur heeft. Nou, langs dat lijntje langs wil gaan. Met dezelfde kleur. Nou, dan gaan we weer naar beneden. Even makkelijk, dan doe ik gewoon weer delete. Hoef niet zoveel moeite te doen. Nou, dan staan we bij het punt uitgekomen dat hij weer terug is bij. Nou, even werken voor mij. Bij het begin. Als je daar aan bent, dan ben je klaar met alles selecteren. Nou. Zo, druk je op het eerste vierkantje. En dan is je helemaal geselecteerd. Ctrl-C om het te doen. En Ctrl-V om te plakken. Maar wij willen hem hier niet in hebben. We willen hem in een andere foto hebben. Nou, heb ik hier een hele leuke foto. Ja, kijk eens aan. Heel mannelijke. Zo. En dan plakken we hem bijvoorbeeld hier erin. En dan hebben we ook nog een longboard bij al het bier staan. Nou, je kan zelf het longboard nog aanpassen als je wil. Qua kleuren en zo. En als je echt het perfect wil maken. Want ik heb niet helemaal goed uitgeknipt. En als je dat ziet, dat hij niet. Als je nog wat
die scherpe randjes eruit wil hebben. Zoals dit bijvoorbeeld. Dan pak ik meestal gewoon het gummetje. Deze. Dan moet je de laag selecteren. En dan kan je dit gewoon een beetje weggummen. Tot je helemaal tevreden bent. Maar ja, het kost ook heel veel tijd. Perfectie kost tijd. Maar in elk geval hebben wij onze longboard in onze foto kunnen bewerken. Nou, dat was de tutorial voor vandaag. En ik hoop dat jullie hier iets van geleerd hebben.